Het gaat ons gedragseconomen, om mensen die een bepaald doel hebben en er niet toe komen om gedrag te vertonen, om hun eigen doel te realiseren. En dat bestaat eigenlijk niet in de traditionele economie. Nee, behalve via informeren. Ja. Dus dan denk je dat het informeren, ze weten niet hoe ze moeten afvallen. Ja. Of ze weten niet dat afvallen gezonder is. Of met roken kan je hetzelfde zeggen, met bewegen. Nou, alleen al uit de hele omzet van de dieetboeken enzovoort, industrie, kan je afleiden, dat mensen graag slanker zouden willen zijn. B, dat ze er geld voor over hebben. En C, dat ze allerlei informatie hebben hoe het te doen. En bij mijn weten werkt het in het algemeen niet. Er zijn heel veel manieren waarop je gedrag kan proberen te veranderen. De meest simpele en degene die het minst goed werkt, denk ik, is tegen mensen zeggen dat ze wat anders moeten doen. De type gedragingen waar ik met mijn onderzoeksgroep naar kijk, die zijn zo weerbarstig, die zijn bijna niet met een simpele nudge voor elkaar te krijgen. Dan is een nudge een onderdeel van het hele radertje. Dus ik zeg altijd, het type gedrag waar wij naar kijken, hè, dat ga je niet met alleen maar een gedragswetenschappelijke interventie veranderen. Dat is een optelsom van wetgeving, misschien wel financiële prikkels aanbrengen, voorzieningen herschikken, dat het gemakkelijker wordt om het goede te doen en wat moeilijker om het andere te doen, faciliteiten bieden en daarnaast ook op een hele slimme manier communiceren. Nou, als je dat is precies wat de overheid allemaal als instrumenten in de handen heeft. Dus als je dat slim aan elkaar koppelt, ja, dan verander je gedrag. Cass Sunstein, dat is de bedenker van nudging, die vergelijkt nudging met een navigatiesysteem in de auto. Ja. Het maakt het bereiken van je doel makkelijker, maar je hoeft er niet per se naar te luisteren. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk. Een nadeel van een navigatiesysteem is dat je niet leert om zelf de weg te vinden. Vindt u dat ook? Zeker. Ik heb een keer een artikel geschreven ook over de voor- en nadelen van gedrag. Er zitten aan elk instrument dat je inzet, aan elke keuze die je politiek maakt, zitten altijd nadelen. In het leven trouwens ook. En dat is natuurlijk een nadeel. Als overheid voor iedereen gaat denken, denken mensen minder snel zelf na. Mm-hmm. Maar als je ervan uitgaat dat mensen niet overal over nadenken en het heel veel uitmaakt op een mensenleven wat dat default is, is mijn opvatting, dan kun je maar beter goed zitten. Want als je de default niet kiest, bijvoorbeeld voor pensioensparen, maar niet, ja, dat is ook een default. Hè? Niks doen is ook een default. En die heeft ook schade. Dus wat mij betreft kies je dan de maatschappelijk beste optie en daar kun je politiek over verschillen. Ja, ik denk dat het idee van je fouten kun je leren, dat gaat zeker op voor een heleboel keuzes. Maar er zijn een heleboel keuzes die je niet over kan doen. En dan als het mis is, dan weet je dat je het anders had moeten doen, maar het komt niet nog een keer. En het kunnen grote besluiten zijn met grote gevolgen, dus dat is één onderdeel. Het andere is, dat bij sommige keuzes zie je pas dat het echt een fout was, als het een opstapeling is van hele kleine onschuldige keuzes. Als ik elke dag 100 calorieën te veel eet, dat merk ik niet morgen. Dat merk ik zelfs niet na een week. Dat merk ik op het moment dat ik echt overgewicht heb, zeg maar. En dan is het heel moeilijk om terug te gaan. Want dat teruggaan is veel moeilijker dan de weg ernaartoe. Ja, dus wat dat betreft zou je dan bij dat soort keuzes niet echt van je fouten kunnen leren. Niet nou, makkelijk. Je te laat. Ja. Je weet pas dat het fout is als het te laat is. Dus dat is dat argument. Ik denk dat, kijk, wat Kessens, die navigatiemetafoor, is in die zin heel mooi, omdat hij zegt, je kiest zelf je eindbestemming. Het is niet dat de overheid iets anders wil dan jij zelf wil en probeert om jou op een ander pad te krijgen dan je eigen pad. Nee, je weet wat je wil. En ik denk dat het nog iets verder gaat dan navigatie, gewoon vaak. Want er zijn vaak een heleboel obstakels die als je niks zou doen in de term van een hulpmiddel, die er voorstelbaar toe leiden dat je niet op je gewenste eindpunt uitkomt. En dat is een enorme verspilling. Ja, als ik dan zeg maar zo grosso modo kijk, zeg maar door studies die ik de afgelopen jaren zo zie verschijnen, hè, dan heb ik toch wel het gevoel dat de meest vriendelijke nudges, dat daar de effecten toch wel wat van tegenvallen bij nader inzien. Ja. Dus de aanmoedigingen en de informatie over de positieve dingen die je bereikt en
Ja, soms heeft het alleen een korte termijn effect, soms dat niet eens, beklijft niet echt. De wat meer negatieve nudges, dus de waarschuwingen zeg maar, of soms zelfs een soort van ja, dreigen met of zo, hè, van wees je bewust van en zo. Ja. Daar zie je over het algemeen wat sterkere effecten. Maar dat betekent dus dat eigenlijk zeg maar die win-win combinatie, want die positieve nudges, hè, dat... Dat heeft dan niet alleen een gunstige gedragsverandering, maar het is vaak ook nog eens een keer gewoon een soort plezierig of ja, zo. Ja, een stuk gezelliger allemaal. Ja, en dat heeft zich toch niet zo heel erg waargemaakt. Soms kan het helemaal niet leuk. Okay. En moet je dat ook niet per se willen? Ik vind het juist bij duurzaamheid bijvoorbeeld zo'n thema waarbij het is een zo'n ongelooflijk groot vraagstuk... dat het vooral moet gaan vanuit de waarde die eronder ligt. En dat betekent dus, dat is best wel een uitdaging, want je ziet dat zeker vanuit de overheid er een neiging bestaat om het heel vaak over te hebben. Jongens, het gaat ons niet te veel geld kosten, maak je nou maar geen zorgen. Het gaat ook niet te veel gedoe zijn. Dus we zorgen ervoor dat het zonder veel gedoe en zonder te veel kosten echt wel gaat lukken. Terwijl ik denk, nee, dit gaat wel gedoe opleveren. Het kan bijna niet anders. En, het levert al heel veel gedoe op. En er gaan gewoon kosten komen waar we geen zin in hebben. En we kunnen wel gaan kijken of we dat realistisch kunnen houden. We kunnen wel kijken of we het gedoe zoveel mogelijk kunnen minimaliseren. Maar er komt gedoe. Dus wat je dan moet doen, is het niet per se zeggen het wordt leuk. Maar je wil zeggen het is ontzettend belangrijk. Dus die waarde van die transitie. Die moet zeker in het geval van duurzaamheid, die moet je elke keer weer benadrukken. Want dat levert nou het fundament om dan alle andere technieken erbovenop te gaan stapelen. Dan kunnen we nog steeds gaan kijken, hoe kunnen we dan toch ook nog wel wat leuker maken? Of hoe kunnen we het wel een beetje gaan nudgen? Of hoe kunnen we mensen ontvankelijk maken? Maar laten we wel duidelijk zijn, het moet vanuit de juiste basis ontstaan. Nu zie je ook wel wat psychologen die zich afzetten tegen wat nu binnen de economische wetenschap wordt gedaan met gedragseconomie. En dat nudging, dat is natuurlijk super hot. Het is geweldig voor beleidsmakers, want het kost niks. Dus je kan zomaar gratis mensen duurzaam gedrag laten vertonen. Het is echt heel aantrekkelijk voor beleidsmakers. En het ook, nou, wat de psychologen nou zeggen, ja, dat nudging, dat is leuk en aardig. Maar dan houdt een keertje op, hè. Je kunt mensen wel een paar keer een duwtje geven, maar een tijdje denken ze, ja, zoek het lekker uit. En dan vallen ze toch weer terug op andere patronen. Dus je ziet dat een aantal psychologen nou meer de nadruk legt op het informeren van mensen, op het leren. Dus je ziet nou wel zo'n strijd zie je een beetje plaatsvinden. Van nou, wie is nou het meest belangrijk bij de beleidsmakers en wie heeft nou het meeste invloed? Is nudging eigenlijk niet oude wijn in nieuwe zakken? Ja, dat zeggen vooral mensen uit de marketinghoek vaak. Oké. Okay. Of dacht je aan andere oude wijn? Nee, ik kan me voorstellen. Ja, marketing, ja. Ja, nee, dus dat is iets wat best vaak wordt gezegd. En deels is dat denk ik ook waar. Ik denk dat als je dan vergelijkt, zeg maar... Dus de nudging literatuur maakt over het algemeen wel echt gebruik van de state-of-the-art onderzoekstechnieken. Ja. Dat geldt overigens voor moderne marketing ook. Mm-hmm. Maar in die zin is het dus niet echt oude wijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ben dus ook heel erg voor dat vakgebieden als marketing en gedragseconomie, dat die veel meer met elkaar communiceren. Want ik denk dat gedragseconomen veel kunnen leren van de dingen die in het marketingvakgebied zijn geleerd in de afgelopen decennia. Ja. En misschien is er voor marketingwetenschappers ook wel iets op te halen bij de gedragseconomen. Mm-hmm. Dus ik denk dat van die kruisbestuiving heel veel te winnen is. Nudging is vooral het succes van het boek Nudge. En dat is een mooie term, die gebruiken we. Ja. En als je gewoon kijkt naar gedragsbeïnvloeding, zijn er natuurlijk veel meer takken van wetenschap die zich daarmee hebben beziggehouden. Mm. En het aardige, dat je noemt zelf onderzoek naar veiligheid. Een boekje dat ik las toen ik studeerde, was The Design of Everyday Things van Donald Norman. En dat is echt een fantastisch boek voor iedereen die geïnteresseerd is in gedragsverandering. Wat die bijvoorbeeld schrijft is dat als je een deur maakt en mensen moeten duwen, dan moet je er geen hendel op doen of geen, niet zo'n hengsel. Dan moet je er gewoon een platte plaat op schroeven. En dan komen mensen aanlopen en dan gaan ze automatisch duwen. Als je een deur maakt met zo'n mooie hengsel, dan komen mensen aan en dan gaan ze trekken. Ja. En dat kan er wel mooi uitzien en esthetisch. Maar als je gewoon wil dat mensen het goed kunnen gebruiken, moet je het op die manier vormgeven. Of die schrijft ook, als je een bushokje maakt en je maakt dat van glas,
dan nodigt dat uit dat mensen dat kapot slaan. En als je het maakt van hout, dan nodigt dat uit dat mensen erop gaan kalken met stiften. En dat is een oud idee uit de omgevingspsychologie. Mm-hmm. Dat noemen ze affordances of affordanties. Ja. Volgens mij is van Gibson, okay, oorspronkelijk. En die zegt dat heel veel omgevingen hebben een bepaalde soort, die lokken een bepaald gedrag uit. Ja. En als je het gedrag wil sturen, moet je zorgen dat de omgeving ander gedrag uitlokt. Ja. Nou, de hele idee van de keuzearchitectuur bouwt daar eigenlijk op voort. En ik denk eigenlijk dat het onafhankelijk tot stand gekomen is. Dus ik denk niet dat mensen dat gelezen hebben gedacht, oh, dan gaan we die nu toepassen. Nee, dat is gewoon een idee wat in die omgevingspsychologie naar voren is gekomen. En wat later in die meer beleidsgeoriënteerde behavior economics naar voren is gekomen. Maar die baseren zich wel op diezelfde principes. Die nudges, gaat dat niet alleen over microproblemen, zoals afval op straat of bijvoorbeeld door rood fietsen? Nou, daar ben ik het is wel. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Want orgaandonatie gaat over leven of dood. Simpel gezegd, uiteindelijk. Dan kun je meer mensenlevens redden met meer organen dan niet. Maar het gaat natuurlijk wel over, en daar ben ik het. En pensioensparen gaat ook over grote macro-economische vraagstukken, wel of niet. Arbeidsongeschiktheidsverzekering wel of niet. Maar het gaat wel vaak over microgedrag. Daar is het natuurlijk voor bedoeld. Hè? Nuts is bedoeld om een individu een bepaalde kant op te sturen. Dus het gaat altijd over een individuele afweging die mensen wel of niet gebruiken. Blijf je bij die default of ga je ervan af? Dat is natuurlijk, het is microgedragsturing die je op macroniveau kunt inzetten. Nee, weet je, kijk, ik denk eigenlijk dat tegenwoordig toch bijna iedereen, ook de macro-economen, overtuigd zijn dat je eigenlijk altijd met micro moet beginnen, zeg maar. Hè? Want ook om de optelsom te maken, zeg maar, moet je wel weten wat je moet optellen. Ja, hè? Ja. Dus goede macro begint ook bij micro. En dan moet je dus iets weten over hoe mensen zich gedragen en hoe ze reageren op veranderingen. Ja. En de mensen die aan gedragseconomie doen, die hebben op verschillende gebieden daar een bijdrage aan geleverd. En dat leidt uiteindelijk ook tot betere macro. Zeker kunnen gedragseconomen zich bezighouden met grote problemen. Dat zie je ook in mooi in die KVS-bundel over gedragseconomie in beleid. Maar de vraag is nog, hoe toekomstbestendig is dat? Hè? Hoe lang laten wij ons beïnvloeden door die nudges? Of wanneer gaan we weer over tot de orde van de dag en tot het patroon dat wij eerder ook tentoonspreiden? U beschrijft een hype dan? Nou ja, ik zou het geen hype willen noemen. Ik denk dat we nu laaghangend fruit vinden. Ik denk dat het op een gegeven moment toch wel een beetje te veel een hype is geworden. Mm-hmm. En ja, dat kwam ook omdat er op een gegeven moment was er een soort verzameling van studies. Waaruit dan bleek dat eigenlijk met hele kleine interventies die niks kosten, dat je dan hele grote effecten teweeg kon brengen. En er werden heel veel mensen heel enthousiast. Maar gelukkig zijn we daar niet blind achteraan gaan hollen. Ook niet als beleidsmakers, zeg maar. Maar is toch er vaak voor gekozen om dat ook nog een keertje te testen in de eigen context. Ja. En dan waren de resultaten soms toch wel wat teleurstellend. Ik vind in algemene zin, dat vind ik wel, dat er meer aandacht moet zijn voor instituties en precieze vormgeving van bijvoorbeeld de Nederlandse overheidsfinanciën, bijvoorbeeld de Nederlandse context in de beleidsdiscussies. En dat geldt ook voor andere landen, omdat die wetenschap is geïnternationaliseerd. Mm-hmm. Is het belang van hoe het precies in een land werkt, is afgenomen. En er zijn dus steeds minder hoogleraren die heel precieze kennis hebben van hoe het Nederlands belastingstelsel in elkaar zit. Of hoe onze Nederlandse overheidsfinanciën in elkaar zitten, of de miljoenennota. En dat is wel echt een groot punt van zorg. Nudging in de brede zin kan heel veel functie hebben bij grote maatschappelijke taaie vraagstukken. Maar het interessante is dat nudging is een heel breed palet aan strategieën. Ik vind een default nudge is zo'n totaal andere type nudge dan een signaal nudge. Een signaal nudge zegt, ik doe iets aantrekkelijks en dan ga ik naartoe bewegen. Een default nudge die verandert mijn hele keuzearchitectuur en die maakt gebruik van het feit dat ik geneigd ben om datgene te volgen wat nou eenmaal voorgesorteerd is. Ja, weer het voorbeeld van de donorregistratie. Ja, dat heeft gewoon hele grote maatschappelijke consequenties. En dat is eigenlijk niet meer dan een default nudge. Dus ik denk als je het heel slim inzet op de juiste plek in de juiste context, kan het wel degelijk een hele grote functie hebben.
Ja, maar is ook niet het gevaar dat dat soort bijvoorbeeld dingen als voetstapjes, dat die in de media komen, dat ja, leuke ja, clickable joh, dingetjes zijn? Ach, nee ja, en je hebt dus dat clickbait vorm, ja, helemaal met je eens. Ik merk ook op het moment dat ik presentaties hou en ik laat een paar van dit soort dingetjes zien. Ik laat, je hebt dat nu ook, wat nu ook heel erg in is om rond ieder afvalbakcentrum, om dan een tuintje daar rondomheen ja, aan te brengen. Want dan vinden we het minder prettig om onze zakken ernaast te zetten. Ja, die komen meteen groot en dat is nou eenmaal zoals het is. Weet je, daar kunnen wij van alles van vinden. Maar ik denk dat de gemiddelde wetenschapper in welk terrein dan ook soms baalt van het feit dat wat een heel leuk plaatje oplevert, dat dan uiteindelijk het verhaal of de quote die erboven staat nou precies niet repliceert van waar hij of zij het over had. Ik denk dan dus dat het onze taak continu is, iedere gedragswetenschap, om te zeggen hartstikke leuk. Want het is wel een mooi haakje om het erover te gaan hebben. Dus ik denk niet dat we er continu boos over moeten worden. Maar ik denk dat het onze taak is om te zeggen, ja, we willen niet een samenleving die een circus van nutjes wordt. Of een hele kermis waar ik doorheen moet bewegen. Wat eigenlijk met communicatie al wel gebeurd is. Hè? Je hoeft maar ergens te lopen en we worden van alle kanten besprongen. Een soort communicatievervuiling om ons heen. Nou, dat moeten we voorkomen. Dus dat is wel, vind ik, onze opdracht als gedragswetenschappers, gedragseconomen. Om elke keer te zeggen, jongens, even iets slimmer nadenken. Het zijn geen trucjes die je zomaar neerzet. Wees heel zorgvuldig in wat je wel en niet gebruikt. En besef dat wat je doet, dat je dus ingrijpt in een fysieke omgeving waar mensen iedere dag leven. Psychologie is een hele moeilijke wetenschap. Als jij overal ter wereld een appel laat vallen, dan valt hij op de grond met dezelfde valsnelheid. Maar als jij dezelfde vraag stelt aan alle mensen over de wereld, dan krijg je toch overal allerlei andere antwoorden. En zelfs binnen Nederland krijg je bij verschillende personen allemaal verschillende antwoorden. Dat maakt het gedrag van mensen veel moeilijker te voorspellen dan het gedrag van deeltjes. En daarmee is de psychologie ongelooflijk moeilijk. Of de moeilijkheid van het voorspellen van gedrag dan ertoe moet leiden dat je het een zachte wetenschap noemt. Denk je, ja, dat kan. En dat mag, vind ik ook best helemaal niet erg. Ja. Dus zacht of hard volgens mij is niet een kwestie van goed of slecht. Het is misschien meer een kwestie van hoe goed kan je dingen voorspellen en hoe moeilijk is het om dingen te voorspellen. Ja. Hoe duidelijke uitspraken kan je doen over het onderzoek dat je doet. Ja. 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 Er is veel vanuit wantrouwen regels en boetes geredeneerd de afgelopen jaren. Fraudeurs moeten worden aangepakt, vindt ook iedereen, vind ik ook. Maar het ervan uitgaan dat mensen hun eigen inkomen wel maximaliseren met het gebruik van allemaal regelingen, ook langs de rand en fraudemogelijkheden proberen te, in plaats van dat ze ervan uitgaan dat mensen misschien soms het niet snappen of dat ze een keer een fout maken. Nou, dat Leidsdogma is wel erg en dat zie je heel treurig toe in die toeslagen ellende.